POV je les begint. Zo, doe de boeken maar open vandaag. Krijg je wel allemaal lekker straf. Waarom wordt hij ineens een homo? Dit is gewoon normaal. Zo, welkom allemaal. Pagina 83 alsjeblieft. Seksuele voorlichting vandaag. Jij daar met je grote tieten? Hè? Jij lacht het hardst. Ja, dat snap ik wel. Kijk maar op. Pas maar op. Kut. Pagina 83, hè. En jij leentje! Ik ben bij Walibi Frankrijk beland. Ja, dit is gewoon echt. Dit is gewoon creepy. Oh, je bent echt een freak. Pagina 83! Zo. Lekker eten, bolle. Ja, da. Jongens, vandaag is hij 1 geworden. Maar ik heb 2 mega cadeaus gehaald. Ik ben hier niet meer. Ja. Je krijgt een cadeautje. Een baby dildo. Leuk, hè? Ja. Oh, oh man, fuck. Gio, ik weet waar je te wachten staat. Jongens, nu komt de leukste cadeau. Gaan we met papa open doen? Ja. Oh, een kleine Vespa. Leuk. Hè? Ja. Ik denk dat je zo enthousiast bent. Echt geweldig. Kijk eens jongens, de Vespa. Ik ga binnenkort met papa mee racen. Morgen trouwt mijn zus, dus ik ga nu lekker naar België. Als jullie mijn vorige vlog hadden gezien, had ik daar de outfit gehaald. En die ga ik morgen weer rocken, braf. Dat is Gentie. Dat is er. Oh. Hij heeft er ook zin in. Let's fucking go. Deze troela gaat trouwen vandaag. De make-up wordt gedaan. Ik denk dat er wel heel veel moet opgedaan worden voor dit gefeest. Nee, grap. Maar omdat het een trouwdag is, mag je in de ochtend beginnen zuipen. Dus let's fucking go, bro. Wil er iemand alcohol? Ik wil er wel een proeven. Let's get mental. Kijk hoe cute. Mijn moeder heeft allemaal foto's opgehangen van mijn zus. Hier sta ik er ook eentje op. Dit is mijn vader en dit ben ik. Hier is het pakje van mijn neefje. Kijk eens, mooie haren. Jongens, we zijn ready. Eerst ceremonie en daarna zuipen. Let the day begin. Ja, hè? Zeker. Yeah. Dit is mijn eerste bruiloft ooit. We gaan het zien. It's time to shine. Ja, bro. Maxime Bernouda. Verklaart u te nemen door de wettige echte nood. Jens Galan. Ja. Naam der wet. Dat u beide doden u wilt verenigen. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zin heb jij in drank? Ja, blijft toch wel. 12. En nu is het tijd voor het feest. Dat is wel echt nieuw. Ja, echt grappig. Hij lijkt echt nieuw op jou. Hij is dat knap. Is zeker wel waar. School. Jos. Jos. Allemaal atten. Nee. Ja. Okay. Bruiloft chops. Yeah. We hebben nog 4 uur tijd voor het feest begint. Ster van vandaag. Pak hem maar even. Even leuke foto's maken. We zijn zakelijk vandaag. Het lijkt een beetje op Gio eigenlijk. Jongens en meiden, dames en heren. Eigenlijk moet je alleen maar wachten op een bruiloft. Zeg maar, de ceremonie was vanochtend om 11 uur. En ik ben nu echt een supergoed verhaal aan het vertellen. Wilde vloggen gespot. Yes, bruv. De ceremonie 11 uur en het feest begint om 5:30. Dus time to do some drugs. We zijn verkeerd, jongens. We zijn ook te laat. We zijn 3 kwartier te laat. Let's get it, bruv. Let's laat go. Op de bruiloft van je eigen zus. Ja, joh. Zijn jullie al heel dronken of niet? Ja. Ik ben echt poosje. Ja. Jan, ben je ook... Jan, ben je ook dronken? Ja, Jan is ook dronken. Ja, al? Jij ook? Jongens, niet eens een twerk session, man. Jongens, de bruiloft was heel gezellig. Het is heel laat geworden. Maar daar heb ik een oplossing voor. Als je een beetje vermoeid bent, dan heeft L'Oréal deze crème. Het is een anti-vermoeidheidscrème. Eigenlijk moet je gewoon 1 keertje... Hupsakee. En dan smeer je jezelf lekker in. Nou, geweldig. Kijk, ik zie er meteen minder vermoeid uit. Dus als jullie een zwaar weekend hebben gehad, even dit crème van L'Oréal. Allemaal in de winkels verkrijgbaar. En dan zien jullie er ook zo smooth uit als mij. Keer gaat heen. Keer 1. Like, abonneer. Hoe gaat het dan verder? Heb je nog rechtszaak lopen ofzo? We zijn al clean, man. Mag ik 1 counterpounder? Quarterpounder? Een counterpounder. Heeft u die niet? Nee. Hoe kwam dat dan? Dank het je. Was een tijdje geleden was het counterpounder. Nee, het was gewoon een quarterpounder, maar dat was heel grappig dat iedereen dat deed. Ja, wie zei dat ook weer? Ja. Ik neem 1 hap. Gadverdamme, man. Vandaag gaan we naar de Equalité Store, want andere content ideeën heb ik toch niet. Dus we zijn vandaag met Annika. Je bent lekker een slaatje aan het eten. Looks disgusting as fuck. Sla is zo ranzig. Dat is gewoon papier. We zijn in de Equalité Store. Jongens, we zijn goed gezet. Hoi. Vind jij mijn achterkant? Besef hoe jij een camera was aan. Hij
Het is echt zwaar. Kijk eens, heel leuk. Een beetje fris with fiber. Ook best wel een aesthetic store. We secured the package. Iemand heeft mijn auto ook echt zwaar slecht gezet. Allemaal vieze vlekken. We gaan even de zonnebril pakken. Ja, ja, ja. Wat is dit gezicht? Vind je het niet leuk? Vind je het niet meer leuk? Ja, jongens, Annika heeft mij ooit huilend opgebeld omdat ze 7 kilo is bijgekomen. Alex heeft een poepprobleem. Flip 100 op 100 op 100. Woe! Flip 100 op 100 op 100. Eten dat paper, bitch. 100 op 100 op 100. Ik was als een stenen, bitch. 100 op 100 op 100. Woe! Paper, bitch.